Goedemiddag, jongens en meisjes. Oh, er komen nog een paar binnen, die kunnen nog gaan zitten. Uh, goedemiddag, jongens en meisjes, goedemiddag, ouders en uh, begeleiders. Uh, nou, hartelijk welkom. Mijn naam is Tres van Arnold en ik heb de eer om jullie namens de Kinderuniversiteit, die georganiseerd wordt door Technische Universiteit Eindhoven en deze universiteit, Tilburg University, om jullie welkom te heten. Ik vind het erg leuk dat jullie er zijn. Het is misschien een beetje jammer dat jullie zo verspreid zitten, maar waarschijnlijk vinden jullie dat uh, heel erg leuk. Uh, we zijn met rond de 160 kinderen. Waarschijnlijk iets minder, want vandaag heb ik uh, een paar ziekmeldingen gehad. Uh, wat ik wel heel erg leuk vind, is om uh, te vertellen dat wij kinderen hebben uit uh, vijf provincies. Niet alleen hier Noord-Brabant, maar ook uit Limburg. Wie komt er uit Limburg? Kijk, Kijk dan zie ik allemaal vingers omhoog gaan. Ja, en ik weet ook dat er iemand uit Maastricht is. Wie komt er uit Maastricht? Die is er misschien nog niet. Maar dat vond ik wel, nou die zit misschien vast in het verkeer. Dan hebben we nog iemand uit Zuid-Holland, uit Utrecht, Gelderland. En dan heb ik ze volgens mij allemaal genoemd. Uh, nou jullie zijn vandaag uh, onze studenten. Normaal zijn hier, of normaal, uh, er lopen ongeveer 12.000 studenten rond. Nou en vandaag plus 160, want jullie zijn ook studenten. Jullie krijgen vandaag college in deze ruimte, de aula van de universiteit. Daar is er maar eentje van. En eigenlijk alleen maar jullie krijgen hier les. Alle andere studenten krijgen een heel andere lokale les. En in deze aula zijn alleen maar plechtigheden, altijd heel ceremoniële plechtigheden. En ja, we vonden het wel leuk dat jullie dan hier college konden krijgen van een echte professor. We beginnen dadelijk met een kort voorprogramma. Daar hebben jullie de groene en. Oranje-rode kaarten voor gekregen. Ik kreeg er al een vraag over. Dan beginnen we met een kennisspel. Uh, Hierna krijgen jullie het college van professor Stefan Bogaert. Die, uh, die zit hier al voor al te wachten. En dan is er nog tijd over voor jullie om vragen te stellen. Dus ik zou jullie graag willen verzoeken om tijdens uh, het college geen vragen te stellen. Uh, de professor mag dat zelf wel doen als hij dat wil, als hij jullie vragen wil stellen. Maar spaar jullie eigen vragen alsjeblieft even op tot uh, het vragenkwartier. Als jullie een mobieltje hebben, zou ik willen vragen om die even op stil te zetten. Want het is natuurlijk heel vervelend als de professor de allerlei rinkeltoontjes uh, wordt gestoord tijdens zijn college. Na afloop van het college, het vragenkwartier, dan hebben jullie de mogelijkheid om samen met de hoogleraar hier op het podium te komen. En er wordt een groepsfoto gemaakt. Die foto's worden naar de hand op onze webpagina gezet. Sowieso worden er foto's gemaakt die op onze webpagina worden gezet. En er worden ook, want dan zien jullie een cameraman, en de achterste is ook nog een camera. Wordt het college live opgenomen. Dus jullie kunnen het achteraf nog altijd terugkijken. En ook de kindjes die zich hebben afgemeld, die heb ik ook een bericht gestuurd. van: nou, Heel jammer dat jullie niet live erbij kunnen zijn, maar jullie kunnen nog altijd achteraf het college bekijken. Uh, op het einde, maar dan zijn we een heel mooi uur verder. Als jullie naar buiten gaan en de foto is gemaakt, dan krijgen jullie een uh, vragenformulier. Uh, dan willen we willen graag weten hoe jullie het vonden of jullie nog andere ideeën hebben voor volgende uh, colleges. En als jullie het formulier hebben ingevuld, krijgen jullie een certificaat. Dus vergeet vooral niet het vragenformulier in te vullen. Nou, volgens mij kunnen we beginnen, en dan uh, beginnen we met het voorprogramma. En dan geef ik heel graag het woord aan uh, Bjorn Negius. En graag een applaus voor hem. Zo, eens even kijken. Ja, mijn microfoon doet het ook. Goedemiddag, jongens en meisjes, ouders, begeleiders, allemaal wel. Hartelijk welkom. Um, ik heb net al een klein beetje een applaus gehoord. Uh, nou, dank jullie wel uh, daarvoor. Maar het wordt ook allemaal opgenomen, het wordt allemaal uitgezonden. Zullen we eens even kijken, want de mensen die, kijken, die online meekijken bijvoorbeeld, of die straks een keer terugkijken, willen natuurlijk wel weten of het echt gezellig was. Zullen we eens even kijken hoe enthousiast jullie zijn? Zullen we eens even een heel erg keihard applaus geven, gewoon? Ja, nog een beetje harder? Laat je maar horen! Tot in Maastricht, tot in. weet ik waar. We gaan een quiz spelen. En daar zijn die rode en die groene kaarten voor. Nou, hoe gaat dat in zijn werk? Ja, hebben jullie ze allemaal of niet? Ja, de rode en de groene kaarten? Ja, perfect. Ja, 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 ja. Nou, vind ik een goed idee dat wapperen. Als jullie nou eens eventjes wapperen met, uh, met die kaarten gewoon. Ja, precies. En blijf even wapperen. Dit is een hele slechte googeltruc. Dan ga ik ondertussen de, de quiz uh, tevoorschijn toveren. Let op. Eens even kijken of dat het, of dat het lukt. Ja, ja, hard genoeg gewapperd. Ja, hoor, er is hij. Zo. Knap hoor. Ja, wie. Kennen jullie deze drie of niet? Ja, wie zijn dat? De zware jongens. Ja, ja zijn nog een boef hè? Ja, ja. Als je iets uh, uh, doet wat niet mag, ja, dan krijg je meestal straf. Kennen, kennen jullie een paar voorbeelden van dingen die je echt niet mag doen? Nog eens iets? Stelen, ja, inderdaad. What? Jij daar? Vuurwerk onder een auto gooien mag inderdaad niet. Iemand vermoorden mag ook niet. Nee, inderdaad. Iemand nog meer? Even... Ja, zeg maar. Ja, jij mag, ja. Heel brutaal zijn mag ook niet. Nee, inderdaad. Dus uh, dat is ook goed. Maar nog meer zei iemand. Wat? Bankdirecteurs? Nee, mag ook niet. Nee, inderdaad. Dus even. Ja, jij. Liegen tegen politie? Nee, dat mag ook niet. Nee, inderdaad. En we doen er nog eentje. En iemand mishandelen mag ook niet. Nee, inderdaad. Maar weet je wat wel mag? Een quiz spelen. En daarbij gaat het erom dat uh, we twee uh, antwoordmogelijkheden hebben per vraag. En als je denkt, ah, het goede antwoord is groen, dan is het goede antwoord groen. Dan steek je het groene kaart op. En anders is het rood. Zullen we beginnen? Ja? Oké. Okay. Hier komt de eerste vraag. Nou, het gaat eigenlijk meteen over uh, uh, het ministerie. Uh, het ministerie. Wat doen ze daar? Het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daar heb je misschien wel eens van gehoord... Uh, daar hebben ze een minister voor en een staatssecretaris. En die bedenken allerlei wetten en die bedenken ook allerlei straffen. En daar mogen dan rechters mee aan de slag. Dus als er iemand is, uh, als er een boef uh, gevangen is, dan krijgt hij uiteindelijk een wet die waarschijnlijk ergens een keer op het ministerie mede bedacht is. Nou, wie is de baas van het ministerie van Veiligheid en Justitie? Is dat groen Klaas Dijkhoff of is dat rood Art van der Steur? Eens even kijken. Nou, dat is best aardig uh, door elkaar, zo te zien. Ik zie een beetje rood en ik zie een beetje groen. Zullen we eens kijken wat het goede antwoord is? Het goede antwoord is rood, uit van de steur. Ja, onthoud die man, die is goed bezig. Dus uh, allerlei, nou, het is in ieder geval regelmatig het nieuws. Laten we zo... <laughs> het dan maar zo zeggen. En uh, als je professor bent trouwens, moet je niet te dicht in zijn buurt komen. Maar dat is een ander verhaal, dat leg ik nog wel een keer uit. Um, dit is trouwens Klaas Dijkhoff, hij is de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. Dus eigenlijk zijn, zijn rechterhand, zeg maar. Nou, goed, een beetje 50-50 ja, was het was antwoord. Nou, eens kijken bij de volgende vraag. Als kind kun je natuurlijk ook de wet overtreden, zeker. Dat doe je bijvoorbeeld door iets te stelen of te vernielen. Hebben we hebben het net over gehad, hè. Nou, als je nou tussen de zoveel en zoveel jaar oud bent, dan kom je uiteindelijk misschien wel bij de kinderrechter terecht... Weten jullie hoe oud je daarvoor moet zijn? Is dat tussen de 12 en 18, groen? Of is dat rood tussen de 10 en de 16? Eens even kijken. Nou, weer een uh, mooi gemeleerd antwoordveld. Eens even kijken. Groen en rood. Ik zie, eens even kijken. Jij bent overtuigd van rood, toch? Ja. En, en weet je het zeker? Ja. En die groenen weten die het ook zeker? Weet je het zeker? Ja. Oké, okay, nou dan zullen we eens even kijken. Het goede antwoord is namelijk groen. Tussen de 12 en de 18. Ja. Maar mijn advies is uh, gewoon uh, lekker uh, dit voorbij laten gaan. Een uh, vrolijk 18 worden. En niet met de kinderrechter in aanraking komen, natuurlijk. Hebben jullie trouwens uh, even tussen ons? He, heeft er iemand. Uh, ik, heb wel eens, uh, ik heb wel eens iets gepikt. Ik heb wel eens koekjes gestolen. Hebben jullie dat ook wel eens gedaan of niet? Ja. Oh ja, echt wel. Goed, nou, uh, niet te vaak doen. Volgende vraag. Stel je bent dus tussen de 12 en 18 jaar oud en je spijbelt nogal veel. Ja, dan kun je een leerstraf of een werkstraf krijgen die je via een bepaald bureau moet uitvoeren. Hoe heet dit bureau? Is dat groen? Bureau stop. Of is dat rood, bureau Halt? Zo, we zijn nogal uh, unaniem. Uh, waarom zijn we zo unaniem? Weten jullie wat uh, bureau Halt is? Ja, wat is dat dan? Een bureau, precies. Ja, Heh, ze het hele leven maar zo eenvoudig in elkaar gewoon. Dus, we gaan eens even kijken. Het is inderdaad bureau halt rood. Rood is het goede antwoord. Ja. Trouwens, ja, hier is iemand bezig met papier prikken. Dat kun je ook doen gewoon omdat je het leuk vindt. Hè? Ik vind het ook leuk gewoon om papier te prikken. Je hoeft niet extra voor te krijgen of zo. Maar ja, oké, okay, een ander verhaal. De volgende vraag. is Misschien een beetje, een beetje ernstiger. Want er gebeurt wel eens dat mensen ontvoerd worden door criminelen of door terroristen. Heb je misschien wel eens iets van in het nieuws uh, van meegekregen? Dat is natuurlijk heel erg. Maar soms gebeurt er iets vreemds als mensen ontvoerd worden. Wat gebeurt er dan? Namelijk dat de mensen die ontvoerd zijn, hun ontvoerders heel aardig gaan vinden. Ja, dat is raar hè? Dus je, je wordt ontvoerd en dan op een gegeven moment krijg je een soort, toch een soort band met, uh, met je ontvoerder. Dat is raar. Hoe noemen we dat? Het is een syndroom. Hè? Zo is dat ooit uitgelegd. Is dat groen het Stockholm-syndroom of is dat rood het Oslo-syndroom? Nou, ook hier is het best wel, best wel helder. De meesten kiezen toch voor groen. Ik ben toch wel benieuwd. Heeft er iemand, hebben jullie wel eens van het Stockholm-syndroom gehoord of het Oslo-syndroom? Ja? ja? Oké. Okay. Weet iemand trouwens waar Stockholm ligt of niet? Ja, maar dan? Zweden en Oslo? Noorwegen, dat ah, hoeft er ook niet meer uit te leggen. Nou, eens even kijken, wat is. Het antwoord het is groen. Het Stockholm-syndroom. En het is ooit, uh, ooit zo genoemd, omdat er in Stockholm, nou dat weten we, het ligt in Zweden. Is er ooit eens een bank overvallen door uh, bankovervallers. En die hebben toen mensen gegijzeld voor een paar dagen. Maar die hebben met elkaar een band gekregen. En het was zelfs zo dat na, 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 nadat de gijzeling voorbij was dat de mensen die gegijzeld waren, het opnamen voor de overvallers. Dat is raar, hè? Dat ze dan zeggen van, nou ja, oh, ja het was eigenlijk ook weer niet zo erg. Viel eigenlijk wel mee. Nou. De laatste vraag alweer. Misschien iets uh, wat jullie uh, ook wel kennen. Namelijk dat je op... Uh, gebruikt iemand wel eens iemand anders een fiets of zo? Ja, Dat je zegt van, nou, die fiets is niet van mij, maar ik ga gewoon fietsen. Ja? Gebeurt er wel eens? Zonder te vragen. Dat heeft een naam. Nou ja, als je het wat ernstiger wil maken, dan kan je dus gewoon ongevraagd in iemand anders zijn auto gaan zitten of op iemand anders zijn scooter gaan rijden. Nou, hoe noemen we dat? Is dat rood, Joyriding? Of is dat groen, Grand Theft Auto? Wat me allebei even abstract overkomt, maar dat maakt niet uit. We gaan eens kijken. Rood, groen. Het is nu al een beetje door elkaar. Zijn, zitten er echte gamers bij jullie in de zaal? Ja? 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 Wat, wat speel je zoal? Minecraft? Oh, dat is wel leuk. Iemand nog een ander spelletje? Hoeveel? Wat zei je? Call, Call of Duty. Ah, dat is ook leuk. Ja, dat is wel vredelievend. Even kijken. Nog, nog een ander spelletje? Nee? Oké, okay, nou. Ik, uh, het heftigste dat ik tegenwoordig speel is Word Void. Kennen jullie dat? Ja, dat is ook heel stoer. Goed, we gaan, eens, we gaan eens even kijken. Wat is het goede antwoord? Het antwoord is rood: Joyriding. Ja, Grand Theft Auto, dat is een uh, game. Het schijnt best een, uh, een vet game te zijn, toch? Kennen jullie, hè? Ja, precies. Ja. Het is ook wel een soort Joyriding, maar de officiële benaming is natuurlijk dus Joyriding. Nou, dat uh, hebben jullie goed gedaan. Volgens mij uh, ging het wel lekker, of niet? Zaten er moeilijke vragen tussen? Nee, viel het mee allemaal? Ja? Mooi, oké. Okay. Nou, dan heb ik nog één dia over. En dat is, uh, ja, wil ik toch nog wel eventjes, want dat deden we net ook weer goed. Een applausje voor jezelf natuurlijk. En voor professor Stefan Bogaerts, want die gaat het nou overnemen. Dank jullie wel. Zo. Goedemiddag iedereen. Beste studenten. Beste leerkrachten, ouders. Het is mij heel duidelijk dat jullie allemaal bijzonder intelligent zijn. Dat bleek uit jullie antwoorden op de vragen daarnet. En ik vraag mij dan af, ik moet nu een college gaan geven. Ja. Willen jullie het gemakkelijk of willen jullie het moeilijk? Wie wil het moeilijk? Oké, okay, dan gaan we het moeilijk doen. Goed. Het gaat over grenzen, maar voor ik iets ga zeggen over grenzen en over grenzen gaan, ga ik eerst zeggen wie ik ben. Ik ben Stefan Bogaert, ik ben een Vlaming die in Nederland werkt. En wat jullie wellicht willen weten is: hoe word je een professor? Wanneer mag je rondlopen in een toga? Een bef en een baret. En deze baret ga ik nu afzetten. Dat mag. Eerst heb ik, zoals jullie, de basisschool gevolgd. Ja? Daarna, wij noemen dat in Vlaanderen de middelbare school, de secundaire school. En dan als je 18 bent, dan ga je op enig moment naar de universiteit. Wie wil daar naar de universiteit gaan? En dan ga je daar psychologie studeren. En dan moet je heel hard werken. En dan op zeker ogenblik ga je, moet je ook onderzoek doen. En dan op zeker ogenblik, na jaren hard werken, dan word je professor. En dan mag je in deze toga rondlopen. En vroeger, ik was toen nog niet geboren, gaven alle professoren les in een toga. En ik kan je verzekeren, deze toga is heel warm. En sinds 50 jaar geven wij geen les meer in deze toga. Goed? Dus dat is wie ik ben. Wat is een professor? Heb ik uitgelegd. En ik wil eigenlijk beginnen met een liedje, of een stuk uit een liedje. En waar ik een beetje bang voor ben, is dat jullie deze zanger niet kennen. Lucas Graham. Wie kent hem? Oké, okay, is mooi. Ik had echt gedacht dat jullie dat niet kenden. Kijk. Dus jullie kennen dat liedje allemaal. En weten jullie waarom ik dat liedje heb laten horen? Omdat dit liedje gaat over opgroeien, volwassen worden, maar vooral grenzen opzoeken. En dit is het eerste stukje van de tekst in het Engels. En ik heb een paar woordjes zwart gemaakt. En daar staat seven years, 7 jaar. Jullie zijn natuurlijk allemaal ouder dan 7 jaar. Ja? Mama zegt vrienden hebben is heel belangrijk. Wie heeft heel veel vrienden? Kijk, dat is mooi. Dat is mooi. Want weet je wat wij uit onderzoek weten dat jongeren van acht, negen of tien jaar, ja, die in een instelling zitten omdat ze iets stouts gedaan hebben, vaak maar heel weinig vrienden hebben. Belangrijk. Dan staat daar in het zwart elf jaar. Ja? Elf jaar en twaalf jaar. Daar staat het woordje smoking, roken en drinken. En sommigen van jullie zijn 11 jaar of 12 jaar. Ja? En dat is zo de leeftijd waarop je bepaalde grenzen gaat opzoeken. Goed wetende dat roken en drinken heel ongezond is. En dat mama en papa, ja? of stiefmama, stiefpapa, opa, oma, de leerkrachten duidelijk zeggen, doe dat niet. Dus je gaat grenzen opzoeken. Ja? Wie heeft al allemaal gerookt hier? Ja, kijk eens aan. Dit is heel mooi. Tuurlijk. Je gaat grenzen opzoeken. Ja? En roken, drinken, op zich, dit is heel ongezond. Dat moeten jullie nooit doen, maar dat is niet strafbaar natuurlijk. Je gaat daarvoor niet naar een jeugdrechter moeten gaan, maar stilaan. Ga je op die leeftijd beïnvloed worden door vrienden. Ga je je laten meeslepen door die vriendjes. En ga je toch bepaalde zaken doen die eigenlijk niet mogen. Wat de meneer voor mij ook zei. Zo van, wie heeft al eens een snoepje gestolen? Wie heeft al eens een snoepje gestolen? Kijk. En wie heeft. Ja, okay. en wie heeft dat gedaan in groep? Samen met anderen? Een paar. Want heel vaak gebeurt dat. Heel vaak gebeurt dat met twee of met drie jongens of meisjes om elkaar te tonen van kijk eens wat ik allemaal durf, hoe stoer ik ben. Ja? Dus daarom heb ik dit liedje eigenlijk laten horen dat opgroeien en volwassen worden ja, voortdurend ook betekent ja, grenzen opzoeken, maar, zegt deze zanger ook, als je met je hoofdje tegen de muur loopt, ken je dat? Als je iets doet wat niet mag. En je wordt op de vingers getikt, daar leer je ook uit. Dan ga je ook nadenken en zeggen, ik mag dat een volgende keer niet meer doen. Toch? Die ervaring hebben jullie ook. Oké, okay, goed. Ik wil met jullie een test doen. En die test is de volgende. Jullie zien dat meisje, dat meisje is heel droevig. Waarom is zij droevig? Omdat zij, ja, laten we zeggen tijdens het wandelen, heeft zij 10 euro verloren. Dat is heel erg, dat is heel veel geld. En jullie, jullie lopen achter dat meisje, beeld je dat even in, en je ziet dat zij 10 euro verliest. Dan is de vraag, wat ga je doen? Ga je dat geld voor jezelf houden of ga je dat geld aan dat meisje teruggeven, omdat je weet dat ze zo verdrietig is? Wie gaat dat geld aan dat meisje teruggeven? Kijk, zo hoort het ook. Oké. Okay. Dit is een ander voorbeeld. Jullie zien, dit is een bankdirecteur met heel veel geld in zijn armen. Zie je? En meneer de bankdirecteur verliest. 50 euro. Je kunt heel veel doen met 50 euro. Hè? Je kunt er spelletjes mee kopen, je kunt daar massa snoep mee kopen, je kunt daar andere leuke dingen mee kopen. En deze meneer heeft geld genoeg. En ik ga nu dezelfde vraag stellen. Wie gaat deze 50 euro aan die meneer teruggeven? Oké, okay, vingers mogen weg. Want ik merk. Dat er veel minder kinderen, sorry, veel minder studenten onder jullie die 50 euro aan die bankdirecteur gaan teruggeven. Waarom? Waarom ga jij dat voor je eigen houden? Omdat hij er al genoeg van heeft, dat is waar. Nog één iemand? Jij? Hij is er niet verdrietig om. Oké, okay. wel eigenlijk hè. Eigenlijk maakt dat geen verschil uit. Ja? Het maakt geen verschil uit. Maar wij denken dat meisje is heel verdrietig. Ja? En die bankdirecteur heeft toch genoeg geld. Dus wij nemen andere beslissingen. We gaan het allemaal teruggeven aan dat meisje. En slechts een. Een tiental gaan, dat, gaan die 50 euro aan die bankdirecteur, uh, laten we zeggen, teruggeven, terwijl het maakt geen verschil uit. Versta je? En we noemen dat met het moeilijke woord morele ontwikkeling. Dat is een heel lastig woord. Ja? En dat heeft alles te maken met <clears throat> hoe staan wij ten aanzien van andere personen als het gaat om. Dit soort van zaken, iemand verliest geld, gaan we dat teruggeven? Eigenlijk moeten we, of dat nu een kindje in dat verdrietig is, of een bankdirecteur die heel veel geld geeft, we moeten dat gewoon teruggeven. Hè? Zijn jullie daarmee akkoord? Ja kijk, volassen, zo horen wij dat graag. Wat bestudeert nu de klinische forensische psychologie? Waar houden wij ons nu mee bezig? En je ziet daar staan gedrag. We houden ons op de eerste plaats bezig met gedrag van kinderen, het gedrag van jongeren, het gedrag van volwassenen. Ja? En gedrag is natuurlijk, dat kan heel veel zijn. Hè? En dit is nu een plaatje, maar jullie hebben net verteld dat jullie heel slim zijn. Dus ik ga dat heel kort uitleggen. Zien jullie mijn rood stipje? Groen stipje, goed zo, jullie letten op. Kijk, gedrag op zich moeten we altijd samen zien met emoties die we hebben. En emoties kan zijn boosheid, verdriet, ja. Maar ook, als we heel gelukkig zijn, dan gaan we roepen, ja, dan zijn we blij, ja. En natuurlijk ook met wat we denken voorbeeld te geven? Ik heb kinderen. En als ik met de jongste, die is een beetje iets ouder dan jullie, naar de supermarkt ga, naar Albert Heijn ga, dan vraagt hij aan mij, mag ik een snoepje? En dan zeg ik heel vaak, nee, deze keer niet. Weet je wat hij dan doet? Dan stamt hij op de grond, omdat hij heel boos is. Hij is iets ouder, ja... Erg, hè? erg. Hè? Dus dan staat hij op de grond omdat hij heel boos is. En dat is het gedrag. En waarom staat hij op de grond? Omdat hij boos is. Dat is de emotie. En wat denkt hij dan? Stoute papa, ik wil dat snoepje. Vorige keer kreeg ik ook al geen snoepje. Dus gedrag moet je altijd in de relatie zien, in de relatie zien tot hoe iemand zich daarbij voelt, de emotie en wat iemand daarbij denkt. Is dat duidelijk? Ja, oké. Okay. En dan zie je hier natuurlijk ook ja, omgeving staan, omgeving staan. Ga ik heel eenvoudig hebben. Ik denk dat jullie in school dat is een omgeving in school. Veel braver zijn dan thuis in het gezin. Dat is ook een omgeving. Is dat zo? Of zijn jullie thuis veel braver dan in school? Wie is braver in school dan thuis? En wie is thuis braver dan in school? Oké. Okay. Dus dat betekent eigenlijk dat. De omgeving waar je bent ook een stukje bepaalt welk gedrag je gaat vertonen. Ja? Jullie weten allemaal dat stout gedrag in school niet mag. Want leerkrachten dan heel streng gaan reageren en gaan straffen. Ja? En stout gedrag thuis, ja? Soms gebeurt dat wel eens. Hè? Dat je dan een vingerwijzing krijgt, of dat je dan een straf krijgt, of iets anders. Weet je wat er gebeurt met kinderen en met volwassenen die echt iets heel stout gedaan hebben? Diefstal gepleegd, iemand pijn gedaan, iemand echt mishandeld. Ja? En waarbij dat de mishandeling ja, of de diefstal zo ernstig is, dat... Zo iemand voor de jeugdrechter moet verschijnen of de adolescentenrechtbank moet verschijnen. Weet je wat ermee gebeurt? Inderdaad, kijk. Weet jullie wat dat is? Als jullie ooit eens. Wat is dat? Kijk eens aan. Dat is inderdaad vrouwen justitia. En bij elk, in elke rechtbank vind je vrouwen justitia. Die staat daar. Ja? Weet jullie, dat is. Ik heb dat niet, maar weten jullie waarom vrouw Justitia een weegschaal in haar hand heeft? Waarom? Om... Perfect. Om het evenwicht te, te bewaren tussen het goede en het slechte, maar ook. Elke jongere of elke volwassene die voor de rechter moet komen, die moet natuurlijk op eenzelfde manier behandeld worden. Dat is heel belangrijk. Hè? Nu, dit is Vrouwen Justitia. Die vinden wij bij elke rechtbank. En een heel belangrijke vraag is: als we nu kijken naar alle Nederlandse kinderen, om hoeveel kinderen gaat het dan die echt, echt, echt. Wat wij dan noemen strafbaar gedrag stellen. Gaat dat om honderdduizenden kinderen? Gaat dat om tienduizenden kinderen? Gaat dat om drie, vierduizend kinderen? Om hoeveel kinderen gaat dat? Honderdduizenden. Tienduizenden. Drie à vierduizenden. Nu, het exacte aantal kennen we natuurlijk niet. Maar. Het gaat om een aantal duizenden, vier, vijfduizenden. Gelukkig geen honderdduizenden. Dus, maar dat betekent ook dat de forensische psychologie waar ik onderzoek in doe, met collega's natuurlijk, ja, dat het eigenlijk gaat om een vrij kleine groep van jongeren en om een relatief kleine groep van volwassenen. En dat is belangrijk. Want dat betekent dat het met de overgrote meerderheid van de jongeren, jullie, heel goed gaat. En slechts met een aantal minder goed gaat. En van de volwassenen kunnen we eigenlijk hetzelfde zeggen. Kijk, dit is een gevangenis. Daar zitten volwassenen die iets ernstigs gedaan hebben. Ja? Overval, moord. Ja, andere delicten. En dit is een jeugdinstelling waar jongeren zitten die grenzen overschreden hebben. En waarvan dat de rechter gezegd heeft: van, kijk, jij mag even zes maanden of een jaar of drie maanden ja, naar die jeugdinstelling gaan waar dat men die jongeren opnieuw gaat een beetje heropvoeden. Om daarna opnieuw naar de school te gaan, ja, deel uit te maken van een sportclub en opnieuw, wat wij dan noemen, te integreren in de samenleving. Wie is al ooit in een gevangenis geweest? En wie is al ooit in een jeugdinstelling geweest? Oké, okay. deze tralies. Die zie je eigenlijk in de meeste jeugdinstellingen en in de meeste gevangenissen. En dat is niet leuk, dat kan ik jullie verzekeren. Ja? Want je ziet de bloemetjes, je ziet de vogeltjes, het wordt lente nu. Ja? Je zou graag buiten willen gaan spelen. En kinderen die daarin zitten, jongeren vanaf twaalf die daarin zitten, die kunnen niet gaan spelen buiten zoals jullie dat kunnen. Die kunnen dan maar één uurtje per dag. Of twee uurtjes per dag. Ja? Dus ik zou zeggen, zorg ervoor dat je daar nooit, maar dan ook nooit in terecht. Wie zou graag in zo'n jeugdinstelling willen verblijven. Is leuk hoor. Een weekje. Oké. Okay. Jij ook een week? Goed. Eh, we gaan verder, hè? Want wat bestuderen wij nog? Daar kennen jullie alles van. Hoe kinderen zich gedragen op het internet. Want jullie hebben, wie heeft een smartphone? Kijk, dat zijn er toch al een aantal. Wie zit soms op de laptop of op de computer thuis? Ja? Wie heeft een spelconsole? Kijk, wie zit soms op het internet? Wie pest soms via het internet? Niemand! Soms wel, hè? Als grapje, wel. Ik weet niet of ik. Dus niemand pest via het internet. Ik weet niet of we. Je mag straks een vraagje stellen. Ik weet niet of ik jullie nu moet geloven. Weet je waarom? Omdat wij aan onze universiteit hier in Vlaanderen bijna 2000 kinderen. Van jullie leeftijd ondervraagd hebben. En de vraag was: in hoeverre pesten jullie andere kinderen via het internet? En een tweede vraag was: worden jullie zelf wel eens gepest op het internet? En meer dan 10 procent, dus 10 op 100, hè, gaf via die vragenlijst aan dat ze gepest werden via het internet, maar ook gaf ongeveer 10 op 100 kinderen aan dat ze zelf ook pesten via het internet. Dus wij bestuderen dat ook. En we gaan dan ook kijken ja, wat er allemaal gebeurt op dat uh, internet. Goed. Kijk. Gedrag. Daar heb je het opnieuw. Wij studeer, bestuderen het gedrag. Wij bestuderen natuurlijk ook de persoon, de jongeren zelf, de volwassen delinquent. Delinquent kennen jullie hè? als iemand die in een gevangenis verblijft. Ja? En wij bestuderen ook de jongeren die grensoverschrijdend gedrag gepleegd heeft, die gestolen heeft. En dit is belangrijk, hè? elk kind, elke student is uniek, heeft een eigen persoonlijkheid. Heeft een eigen temperament. Ja? Gaat op verschillende manieren om met stress. Met ontgoochelingen. Ja? Als je een examen, een tentamen, of een taak, of een toets maakt... Ik weet niet hoe jullie dat noemen. En je zakt, ja, dan ben je ontgoocheld en verdrietig. Sommigen gaan daar heel boos om worden en anderen gaan huilen. Toch? Iedereen gaat andersom met... Boosheid en met verdriet. Je ziet ook, niet iedereen gehoorzaamt even goed. Ja? En dat heeft een stukje te maken met ja, hoe dat je als kind, als jongere, ook in elkaar zit. Dus dat is eigenlijk maar een paar zaken. Hè? Je ziet ook de hersenen. Het zit hier. Hè? Onze hersenen zijn allemaal verschillend. Dat is de persoon. De omgeving. En daar wil ik iets over zeggen. Wanneer dat we te maken hebben met kinderen van zeven, acht, zes, zeven jaar, dus jullie zijn allemaal ouder, dan zijn ouders of stiefouders of opvoeders of opa's en oma's heel belangrijk. En dan ga je hen ook heel vaak als voorbeeld nemen wat Lucas Graham in zijn nummertje ook zong. Ja? Ik deed wat mijn vader deed. Van het moment als je... Hè, dit, is, dit is een meisje van zes, zeven. En dit is de papa die hier met de vinger bij is. Maar van het moment als je elf, twaalf, dertien jaar wordt, en sommige van jullie zijn elf, 12, dan worden best friends. Best friends forever. Kennen jullie hè, die afkorting? Hoe, hoe noemt die afkorting, wereld? Hoe? BFF, ja. Dan worden vriendjes veel belangrijker. En dan ga je eerder naar je vriendjes luisteren... ...dan dat je naar je ouders gaat luisteren... ...of naar je stiefouders gaat luisteren... ...of naar de leerkrachten gaat luisteren. Zo werkt dat nu eenmaal. En dat hoort samen met opgroeien en met volwassen worden. Maar soms... ...soms geeft dat een conflict. Want de ouders zeggen... ...nee. Vanavond niet naar de jeugdbeweging. Vanavond niet naar de sportvereniging, terwijl dat de vrienden wel gaan. En dan ontstaat er wel eens ruzie, ja, thuis. Dus eens dat je ouder wordt, worden vrienden heel belangrijker. En dat is natuurlijk leuk. Maar dat heeft ook een heel groot nadeel, namelijk vrienden in de leeftijd van 12, 13, 14, 15 jaar. Die kunnen elkaar ontzettend beïnvloeden. Ja? Wie laat zich wel eens beïnvloeden door vriendjes of door vriendinnetjes? Wetende dat iets niet mag. Wie laat zich wel eens beïnvloeden? Ja, ja, ja. ja. En dat gebeurt dan allemaal stiekem, hè? maar je gaat dat niet vertellen tegen mama en papa, of, hè? toch? Of wel? Nee. Dus dat is... oh, jij wel, dat is heel goed. Wel, dan komt er soms wel eens een conflictje tussen jullie als studenten ja, en jullie ouders en de best friends forever. Goed. Dus daar doen we onderzoek naar. Wij kijken vooral hoe jongeren zich gedragen. Ja, wat er bijvoorbeeld aan de hand is bij jongeren die in een gesloten... Jeugdinstelling verblijven. Jullie zagen net woordjes als, als persoonlijkheid. Van is daar nu iets fout, verkeerd in de persoonlijkheid? Jullie zagen net het woordje hersenen. Is er nu iets in de hersenen waardoor dat men misschien gemakkelijker agressief, agressief wordt naar andere kinderen, naar ouders? Ja? Zou daar iets fout zijn? Is er iets in de omgeving dat ervoor zorgt dat je grensoverschrijdend gedrag stelt? Bijvoorbeeld, u laten meeslepen door vriendjes, stiekem gaan roken, nooit doen hè, stiekem iets drinken, snoepjes stelen. En het begint vaak met een snoepje, maar het wordt vaak ook erger. Versta je? Dus dit is eigenlijk wat wij allemaal bestuderen. Het gedrag, de persoon en de omgeving. En dat samenspel. En dan is de vraag, ja, waar doen we dat? En dan zie je, dit is een school. Wij doen in ons departement, want ik werk in een departement waar ongeveer 25 andere onderzoekers werken. Wij doen onderzoek in scholen. Ja, waar we gaan kijken van... Is iemand nu agressief onder de scholieren? En hoe erg is iemand agressief? Ja? Hoe gaat iemand om met een bepaald probleem? Gaat hij vooral slaan of gaat hij praten? En misschien een vraag aan jullie. Als jullie... Met een vriendje of een vriendin een probleem hebben, ga je dan slaan of ga je praten? Wie gaat slaan om dat probleem op te lossen? Niemand, hè? Jawel, soms. En wie gaat vooral praten? Wie gaat het proberen op te lossen? Kijk, dit is geweldig, dit is geweldig, want de jongeren van jullie leeftijd, ja. Die wij aantreffen, niet in scholen, maar in instellingen of bij bureau Halt, daarvan weten we dat jongens, sorry voor de jongens hier, maar dat jongens, mannelijke studenten, veel vlugger gaan slaan dan vrouwelijke studenten. Maar blijkbaar zijn jullie een uitzondering. De jongens in deze zaal zijn een uitzondering, toch? Want jullie praten ook allemaal. Dus wij doen onderzoek in, uh, in scholen. Wij doen onderzoek in instellingen waar jongeren verblijven. Dit is een instelling waar jongeren verblijven die ernstig grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben. En dit is een gevangenis. En weet je waar die gevangenis staat? Wie weet waar die gevangenis staat? Dat weten jullie niet. Waar staat ze? In Vught? Nee. Deze gevangenis staat in België. En dit is de oudste gevangenis van België. Ja. En dat is dus, daar doen wij allemaal onderzoek. Ja. En hoe doen we dat, dat dan? Hè? Wel, wij laten kinderen, maar ook volwassenen, vragenlijsten invullen. Wij, doen, kijk, wij gaan ook in gesprek. Wij voeren een interview met kinderen en met volwassenen. Wij onderzoeken ook wat hersenen en dan gaat je, je afvragen van, ja maar hoe moet dat dan met die hersenen en wat komt daar dan, hè, wat zie je dan? Ik ga, met jullie, ik ga jullie een vraag stellen. Wie drinkt heel graag cola? Oké. Okay. Okay. En wie drinkt helemaal niet graag cola? Kijk, dit is uh, prima. En wie wie dronk... Jij drinkt graag cola, hè? Oké, okay. als, als, als we nu afspreken dat we een week geen cola gaan drinken. Oké, okay? een week gaan we geen cola drinken en dan gaan we een experiment doen. En jij drinkt graag cola. En je hebt een week geen cola mogen drinken. Dus heb je erg zin in cola. En je hebt een beugel, maar dan kun je toch cola drinken? Eén keer per dag. Maar goed, okay, één keer per dag mag je cola drinken. Maar je hebt zeven dagen geen cola gedronken. Heb je wel heel erg zin in cola? Als wij dan in het experiment, hè, we doen nu een experiment, een lekker flesje cola voor jou houden, ja, dan gaat er van alles gebeuren in jouw hersenen. Want jouw hersenen die gaan zeggen: ik wil die cola hebben. Ja. En dan gaan je hersengolven daar echt op reageren. Jij hebt helemaal, jij, hebt, jij drinkt niet graag cola. Als ik bij jou dan datzelfde flesje kolen laat zien, weet je wat er dan in jouw hersenen gebeurt? Er gebeurt helemaal niks. Want je hebt geen zin in die cola. Dus je hersenen gaan daar ook niet op reageren. Die gaan niet tegen jou zeggen. Ik moet die cola hebben. Dat is wat we met hersenen doen. En wat we ook nog doen, en dat is misschien, dat ga ik jullie heel even tonen. Dit is een uurwerkje. Gek hè? Dit is gewoon een uurwerkje en met dit uurwerk meten wij stress. Met dit uurwerk meten we hartritme. En kunnen we perfect vaststellen? Wanneer iemand heel zenuwachtig is, ja, dan zien we eigenlijk. Want dit sluiten we op de computer aan, dan zien we eigenlijk dat iemand zijn hartslag heel hoog is. Dit is bijvoorbeeld het toestelletje waar wij onderzoek mee doen. Ja? Dus dat maar even als voorbeeld. Oké, okay. wat wij met al deze informatie doen. Ja, wij doen natuurlijk niet zomaar onderzoek. Wij willen ook dat scholen daar iets mee kunnen, dat ouders daar iets mee kunnen. Ja? En wat we dan heel vaak doen, is natuurlijk artikelen schrijven in het Engels. Ja, dan gaan jullie, wie graag wil verder studeren, zal dan ook in het Engels schrijven. Dat moeten wij doen als professoren. Maar we gaan ook lezingen geven, we gaan naar scholen, we gaan naar die jeugdinstellingen, we gaan naar die gevangenissen om wat wij onderzocht hebben. Ja, om dat te geven aan de mensen die werken in die jeugdinstellingen, zodat zij dat weer al kunnen geven aan de delinquenten, volwassenen en de stoute jongeren. Om ervoor te zorgen dat ze zo snel mogelijk uit de instelling kunnen verdwijnen. Goed, wat doen we nog meer? We doen ook onderzoek, maar dat is, gaat misschien een beetje te ver. We doen ook onderzoek of een interventie werkt. Maar ik zie dat mijn tijd. Uh, dus ik ga nu eigenlijk. Ik, mag ik dit overslaan? Dit gebeurt ook vaak in het echt. Hè? In het echt gebeurt heel vaak dat ik eigenlijk niet goed time en dat ik dan heel snel een paar sheets oversla. Dus ik ga dat nu ook gewoon doen. Is het goed? Oh nee, ja, maar. maar... Zullen we een beslissing overnemen? Normaal doen we gewoon nog tien minuten vragen stellen. Maar als jullie zeggen van we willen nog verder gaan met het college, dan stel ik voor te verder gaan met het college. En kijken hoeveel tijd er over is voor vragen. En als jullie nog vragen hebben, kunnen jullie er ook nog altijd per mail sturen. Wie wil doorgaan met het college? Nou, dat is iedereen. Het is duidelijk, Stefan. We gaan door okay. met het college. Maar eigenlijk heb ik er geen zin meer in, Trace. <laughs> Dat kan, hè? Ja, ja. Hebben jullie altijd zin om op die schoolbanken te zitten? Nee? Maar zal ik toch nog maar heel even doorgaan? Ja? Oké. Okay, okay. Goed. Kijk. Wat staat hier? Wat staat hier? Agressieregulatie op maat. En agressieregulatie op maat is een moeilijk woord, maar dat is een interventie die wij in ons departement ontwikkeld hebben. En die we geven... Een interventie betekent ja, oefeningen. En die we geven aan jongeren die in een jeugdinstelling zitten, maar ook aan volwassenen die in een gevangenis zitten. En als je zoiets maakt, dan wil je op een bepaald moment ook weten van... Ja, maar deze oefeningen... Werkt dat ook? En dat betekent, zorgt dat er ook voor dat die kinderen die die oefening krijgen, niet meer opnieuw in de toekomst oude dingen gaan doen? En dat willen we weten. Werkt dit? En dan is het zo belangrijk dat we daar onderzoek naar doen. En dat gebeurt hier. Ja? In samenwerking met die instelling. En dan heb je altijd deze twee groepen nodig. En dit is misschien wat te ingewikkeld. En, en eigenlijk weet ik er ook niet zoveel van. Dus ik ga naar de laatste sheet. Want dat is zo'n beetje de vraag. En dan? En dan? Wel, wat doe ik als ik niet op de universiteit ben? Dan ga ik wandelen. Ik wandel graag in de bos. Met de kinderen, ja, met mijn vrouw. Ik heb twee dochters die heel graag dansen. Dus ik ga ook heel vaak naar het dansen kijken. Wie danst hier? Wie danst? Kijk, dat is prachtig. Leuk. Dus dat doe ik dan ook in het weekend en soms avonds. Ik heb ook ja, toch wel een aantal best friends. Kijk, en hier staat foute vrienden. En stiekem in het weekend zijn wij we wel eens foute vrienden. En doen wij ook, net als jullie, ondeugende dingen. En die ga ik niet verklappen. En weet je wat ik ook soms doe? Ik zit soms ook op het internet. Maximum, maximum een half uur per dag. En ik weet dat jullie daar allemaal meer op zitten. Toch? En dat is niet goed. Want, nee. Oké, okay, ja, dat houdt dat zo. Want buiten spelen. Voetballen, dansen, ja, dat soort, hockey, dat soort van zaken is zo belangrijk. Hola, dit was mijn praatje, en ik hoop dat jullie het leuk vonden. Jullie waren geweldige studenten en ook voor de ouders en voor de leerkrachten. Dank je. Maar er is nog wel tijd over om eventueel vragen te stellen. Wie heeft gevraagd? Ik loop even naar deze kant, want jij wilde al tijdens het college een vraag stellen. Waarom zijn drugs zo ongezond? Wat zit er nou in? Wat, waarom zijn drugs zo ongezond? En wat zit er allemaal in? Daar zit een bepaald product in ACTH. Dat ga ik niet verder uitleggen. Maar waarom zijn drugs zo gezond? Zo ongezond. <laughs> Eén, je kunt daar verslaafd aan worden. Dat is een eerste reden, heel snel. Een tweede reden is, als je drugs neemt, dan kun je niet meer goed nadenken. Als je drugs neemt, dan is de kans groter dat je over grenzen gaat. En met drugs versta ik dan ook alcohol, hè. Dus je hebt jezelf als je drugs neemt niet meer zo goed onder controle. Dus drugs is niet alleen heel ongezond, maar je kunt een aantal zaken ook niet meer doen. ik heb nog een vraag ook. Hoe kom je aan De volgende. Oeh, dat hangt een beetje van de jeugdinstelling af. Er zijn verschillende jeugdinstellingen. Je hebt een jeugdinstelling waar, waar kinderen jongeren worden opgenomen ja, wanneer de ouders laten we zeggen, tijdelijk niet meer voor die kinderen kunnen zorgen. Dus dat zijn dan kinderen jongeren die geen delict gepleegd hebben. Dus dat kan één maand, dat kan twee, twee maanden, dat kan drie maanden, zolang als nodig. En dan heb je natuurlijk ook jeugdinstellingen waar dat kinderen en jongeren zitten die een delict gepleegd hebben. Dat kan een jaar zijn. Ja, en vaak beslist dat de uh, adolescentenrechter. De jeugdrechter die gaat tegen jou zeggen, je hebt dit gedaan. Die gaat in zijn boekje kijken. En die gaat zeggen voor dit delict dat jij gedaan hebt. Je hebt bijvoorbeeld tien fietsen gestolen. Ja? daarvoor moet jij vier maanden naar een gesloten jeugdinstelling gaan dus de rechter bepaalt dat en de rechter bepaalt of je dan mag vrijgelaten worden of niet dus dat hangt samen met hoe ernstig is het delict wat je gepleegd hebt ja even naar een ander deel van de zaal naar Joris, midden in de zaal ja. je naam heeft... ik heet Ivan dag Ivan Wat moet je allemaal doen op een jeugdinstelling? Oh. Uh, studeren. Dus kinderen, jongeren in een jeugdinstelling, ja, vanaf twaalf jaar, ja. jongeren, die gaan daar ook studeren. Maar die moeten daar ook heel veel therapie volgen. He, bijvoorbeeld deze therapie die ik net, he, agressieregulatie op maat, ja. Deze therapie wordt gegeven in hun jeugdinstellingen. Wat leert men dan? Men leert kinderen hoe met agressie om te gaan. Dus niet slaan, maar praten. Hoe met impulsen om te gaan. Want sommige, sommige jongeren, maar ook volwassenen, die zijn heel impulsief. En het is heel belangrijk dat je eerst even nadenkt alvorens dat je iets doet. Zij mogen daar ook sport doen. Maar ze moeten vooral aan hun eigen problemen werken. En vaak is dat de jongeren niet alleen, maar daar moet je natuurlijk ook de ouder of de ouders of de grootouders of de stiefouders ook, die maken ook deel uit van die behandeling. En dat is eigenlijk altijd als we met jongeren werken, dan is dat eigenlijk het hele gezin. Is dat een goed antwoord voor jou? Ja, dank u wel. Ik heb hier vooraan Kiana die had een vraag. Wat gebeurt er precies op een kortschool? Pardon? Op een, op een kostschool. Ik, wat is een kostschool? Uh, is dat een internaat? Een soort van. Een soort van. Uh, daar doen wij geen onderzoek naar. Want op een kostschool, op een internaat, daar zitten natuurlijk kinderen. Die gewoon naar school gaan, zoals jij. Ja, zoals jullie. Maar die daar blijven slapen. Die bijvoorbeeld een week op internaat of op een kostschool zitten, maar die nooit niks stouts gedaan hebben. Dus een kostschool is iets helemaal anders dan een instelling. Ja, helaas, ik zie nog wel een paar vingers in de lucht, maar er kan nog maar één vraag gesteld worden gezien de tijd. En die gaat naar de middengang, naar die. De. Anne laura is het strafbaar om een pistool nep of echt mee naar school mee te nemen? Wel, ik heb een nee, ik heb geen pistool. Ja. ja, dat is strafbaar. Je mag geen pistool in Nederland of in België meenemen naar school. Je mag zelfs als minderjarige 18 jaar, onder de 18 jaar, geen, geen pistool hebben. En zelfs volwassenen die een pistool willen, die worden eerst gecontroleerd of ze ook dat pistool mogen hebben. In Amerika zie je vaak op het nieuws dat jongeren, 14, 15 jaar, een pistool hebben. Maar wij zitten gelukkig in Nederland. Bij ons mag dat absoluut niet. Ook geen neppistool. Want neppistolen lijken op echte pistolen. En je kunt daar andere jongeren, volwassenen, ontzettend bang mee maken, zelfs met een neppistool. Helaas, dat moest de laatste vraag zijn. Uh, Stefan, ontzettend bedankt voor dit boeiende college. Er blijken nog heel veel vragen ja, te zijn, maar de tijd is te kort. Ik zou graag zeggen: een heel groot applaus voor professor Stefan Boogaarts. Die ik ook beslist namens jullie deze mooie bos bloemen mag aanbieden. Alsjeblieft, Stefan. Ja. Nou, wie. Op de foto wil met uh, professor, die kan nu naar het podium te komen en dan maken we een hele mooie groepsfoto. Op het einde krijgen jullie dus allemaal een evaluatieformulier, graag invullen, want dan krijgen jullie een soort van diploma. En we zien jullie graag weer bij een volgende kindercollege. Tot ziens. En erg leuk dat jullie er waren.